We zijn in de perskamer van FC Groningen waar een speciale persconferentie aan de gang is. Want komende woensdag wordt op het sportpark van VV Glimmen voor de 10e keer het FC Groningen G-voetbaltoernooi georganiseerd. Achter de tafel zitten Daniel en Daniel van Novo, het team dat ook dit jaar weer mee zal doen, Egge Knol van de organisatie en Michael de Leeuw die sinds dit seizoen ambassadeur is van het toernooi dat vorig jaar werd gewonnen door Veendam 1894. Ja, ik vind het leuk dat ik hier ambassadeur van mag zijn. Ik denk dat het een eer om, om die gasten weer te zien. Ik ben benieuwd, vorig jaar was inderdaad Veendam, die grote sterke kerels inderdaad, die kampioen werden. Nee, ik ben benieuwd hoe ze het dit jaar gaan doen. De 10 deelnemende teams worden zoals elk jaar ondersteund door spelers en trainers van FC Groningen. De verdeling van die spelers en trainers over de teams is al een spektakel op zich. Nou, dan moeten ze een sprint trekken van zeker 50 meter. En dan een envelop ophalen waar dus een foto van de betreffende speler in zit. Of trainer. En die gaat die dag of die middag met dat team mee. Het zou dus kunnen zijn dat dit team van Novo straks samenspeelt met bijvoorbeeld Michael de Leeuw. Het kan zo zijn, maar voor hetzelfde geld dus niet. Dat is denk ik ook het leuke. Maar er zijn natuurlijk spelers tussen, ja, die zijn wat meer geliefd dan andere spelers. Dus om dat zo eerlijk mogelijk te doen, hebben we het op deze manier georganiseerd. De vraag van de pers aan Daniel is of hij weet welke spelers van FC Groningen volgende week aanwezig zullen zijn bij het G-toernooi. Nou, eigenlijk in principe is de hele eerste selectie van FC Groningen is erbij. En dat is top, plus dus de technische staf. En die worden dus verdeeld over al die teams. Nou, als we zo'n selectie van 24 man hebben jullie, om erbij, dus met wat trainers, nou zit je op zo'n 27, 28. Nou, die worden verdeeld over die 10 teams. Dus elk team heeft 2,5 speler of trainer. En het is eigenlijk ook dit jaar de bedoeling dat ook een van de twee spelers, jawel, mee gaat doen. Dus er is hoop, er is een kans voor elk team. Dus dat ze een leuke speler erbij hebben. Bijvoorbeeld een spits die bijvoorbeeld voor de Novo de nodige doelpuntjes kan scoren. Dat is gek. Dat is gek hoor, dat is gek. Ben ik gek? Hey. Goed gek. Die weet helemaal van uit hoor. Vorig jaar won Michael Kieftenbelt met Veendam 1894 de FNV-bokaal. Dit jaar wil Novo graag met die beker naar huis. En bij de spelers van FC Groningen leeft er nog een aparte strijd, namelijk Michael Kieftenbelt verslaan. Nee, het leeft zeker. Het is een mooie dag voor iedereen. En ik denk dat iedereen er wel zin in heeft. En de doelstelling is zeker om dit jaar Michael Kieftenbelt te verslaan. Alleen weten we nog niet bij welke teams ze zitten. Maar het zou mooi zijn als iemand anders dit jaar kampioen wordt. Tenzij jij en Michael Kieftenbelt straks in hetzelfde team eindigen. Dat kan ook, maar... Ja, dat kan ook. Dan hoop je niet dat hij verslagen wordt. Nee, ja. Dan hoop ik dat we samen kampioen worden. Ja. Dan zijn we natuurlijk ook benieuwd naar de verwachtingen van het team van Novo voor het toernooi. Michael de Leeuw legt de lat meteen hoog. Ik verwacht eigenlijk minimaal een finale. Dat jullie in de finale staan. Nee, ik denk dat het gewoon weer een leuke dag gaat worden. Vorig jaar was het ook een mooie dag. En het gaat erom dat iedereen plezier heeft en... Ja, dat het gewoon een mooie dag wordt. Novo heeft wel wat goed te maken na vorig jaar, want toen eindigde de ploeg als laatste. De doelstelling is om die prestatie dit jaar te verbeteren. Ja, laten we daar maar op houden. Ik maak maar 1-0. 1-0? Novo. Kijk jij aan mij aan. Daniel voorspelt dus een 1-0 overwinning met zichzelf als matchwinnaar. Als het aan Daniel ligt, wordt het toernooi morgen al gespeeld, want Daniel heeft er zin in. Hij is er helemaal klaar voor. Ik heb heel goed voorspeld. Ik denk dat het morgen te vroeg komt. Daniel, ik denk dat het morgen te vroeg is. Want jullie moeten dan wel even in training, heb ik begrepen. Want dit moet goed, Daniel, hè? Precies.